Deze les gaat over hoofdstuk 1.3, oftewel recht evenredige verbanden. Deze verbanden zijn heel belangrijk, want die zijn eigenlijk het kernpunt van dit hele hoofdstuk. Want alle verbanden met druk zijn voor het grootste gedeelte recht evenredige verbanden. De stappen die je op deze pagina ook ziet, moet je goed begrijpen en goed uit je hoofd leren, want je zult ze nog vaak tegenkomen. We beginnen even met het wiskundige gedeelte van recht evenredige verbanden. We zeggen dat y recht evenredig is met x en dat geven we aan met y met zo'n kringelstreepje x. En als y recht evenredig met x, dan betekent het dat als x 3 keer zo groot wordt, dat y ook 3 keer zo groot wordt. Dat kan je dan schrijven als y gedeeld door x is c. C staat voor een constante. Die is altijd hetzelfde. Dat is ook logisch dat als y 3 keer zo groot wordt, dat je ook x 3 keer zo groot moet hebben om weer op dezelfde c uit te komen. Maar y gedeeld door x is c kun je ook schrijven als y is c keer x. En dat is een formule die we in de wiskunde wel vaker hebben gezien. Als je de grafiek van deze formule zou tekenen, zoals die ook op deze bladzij staat, dan krijg je een rechte lijn door de oorsprong, door het punt 0,0. En je ziet het punt 3,2. Het punt 3,2 wordt weergegeven met de eerste blauwe stippellijntjes. En als ik de x 3 keer zo groot maak, de x gaat dan van de 3 naar de 9, dan wordt de y ook 3 keer zo groot en die wordt van 2 naar 6. En je ziet dat je dan ook weer precies uitkomt op een punt op deze rechte. Verwar het niet met een lineair verband. Lineaire verbanden zijn van het type y is ax plus b. Ook een formule die je in de wiskunde al eerder hebt gezien. Het recht evenredig verband is dus een bijzondere situatie, namelijk de situatie waarbij de b gelijk is aan 0. De betekenis van b is het snijpunt van deze formule, van deze grafiek, met de y-as, zoals je ook in de grafiek aan de rechterkant kunt zien. De betekenis van a is de steilheid van de grafiek. Die kun je bepalen door 2 punten op de rechte, op de grafieklijn te kiezen, te kijken het verschil van de x van beide punten, de delta x, en het verschil van de y van beide punten, de delta y. En als je dan de delta y deelt door de delta x, dan krijg je de a, de steilheid van de grafiek. En dat noemen we ook wel de richtingscoëfficiënt. Het is eigenlijk veel makkelijker om de steilheid te bepalen bij een recht evenredig verband. Want één punt is al bekend, dat is namelijk het punt 0,0. En de delta x is dus eigenlijk het punt x. En de delta y kun je gebruiken. Daarvoor kun je gebruiken het punt y. Dus bij een recht evenredig verband is de steilheid makkelijk te bepalen. Namelijk c is y gedeeld door x. Nu gaan we het natuurkundig toepassen. Neem een veer in je gedachten. Hang er een blokje aan. En trek aan de veer. Als je de veer uitrekt, dan weet je, dan heb je een kracht nodig. Ga je de veer 2 keer zo ver uitrekken, dan is de benodigde kracht ook 2 keer zo groot. En dus is de kracht waarmee je aan de veer trekt recht evenredig met de uitrekking die dan ontstaat. Dat kunnen we weer wiskundig opschrijven. F recht evenredig met u, F kringelstreepje u. De F druk je altijd uit in de eenheid Newton en de u wordt uitgedrukt in de eenheid meters. Nou, als f recht evenredig is met u, dan weet je dat f gedeeld door u constant moet zijn. Een constante c. En dat kan je dus weer schrijven als f is c keer u. En uit de vorige bladzijde hebben we gezien dat c dan de steilheid is van de fu-grafiek. Dus als je een fu-grafiek zou tekenen, krijg je een rechte lijn door de oorsprong. Je bepaalt 2 punten, je deelt de f door de u en je hebt de c te pakken. Maar in de natuurkunde is zo'n constante vaak weer een natuurkundige grootheid. In dit geval is de c een veerconstante.
En een veerconstante heeft weer een eigen eenheid, namelijk newton per meter. Dat kun je ook wel weer terugzien in de formule F gedeeld door U is C. F heeft als eenheid newton, U heeft als eenheid meters. Dus de eenheid moet dan ook daadwerkelijk newton per meter, oftewel newton gedeeld door meter zijn. Wat betekent C precies? Nou, C hangt af van de veer. Hoe groter de C, het getal wat je daarvoor invult, hoe stugger de veer is. Een ander voorbeeld is zwaartekracht. Ieder voorwerp op aarde wordt aangetrokken door de aarde. En de kracht die daar verantwoordelijk voor is, noemen we zwaartekracht Fz. En die hangt af van de massa van het voorwerp, m. Als de massa twee keer zo groot wordt, dan is de zwaartekracht ook twee keer zo groot. En ook hier is er sprake van een recht evenredig verband. Dat kunnen we weer wiskundig opschrijven. F recht evenredig m, Fz kringelstreepje m, met Fz in newton en m in kilogram. En dus is Fz gedeeld door m een constante. De natuurkundige betekenis van g is dat van die c noemen we de zwaarteconstante en die geven we niet aan met de constante c, maar met de constante g. En dus schrijven we de formule Fz is m maal g. En g is, zoals gezegd, de zwaarteconstante en in Nederland is die 9,81 newton per kilogram. En als ik dus een Fzm grafiek zou maken en ik bepaal de stijlheid, dan moet daar dus 9,81 uitkomen. Nou, nog een aantal dingen te doen. Ten eerste staat er op bladzijde 12 voorbeeld nummer 3. Het is heel goed om dat even door te nemen. Het geeft je de gelegenheid om even te kijken, begrijp ik alles helemaal goed. Dus pak die bladzijde er even bij en bekijk voorbeeld 3. Verder staat er op bladzijde 14 nog een heel klein stukje over interpoleren en extrapoleren. Ook dat zul je waarschijnlijk bij de wiskunde al gehad hebben. Misschien ben je het een beetje vergeten. Interpoleren is het vinden van een punt op de grafiek tussen bestaande punten, tussen bestaande meetpunten. En extrapoleren is het vinden van een punt op de grafiek die een stukje verderop ligt buiten de bestaande punten en daarvoor zul je de grafiek een heel klein beetje langer moeten maken. Daarnaast wil ik graag dat je goed alle begrippen kent. Welke begrippen dat zijn, staan hier weer gegeven: veerkracht, veerconstante, zwaartekracht, zwaarteconstante, interpoleren en extrapoleren. Als je dit achter de rug hebt, is je huiswerk klaar en heb je weer een hoop geleerd. We gaan er in de les mee verder. En we gaan oefenen met opgaven om te kijken of je het allemaal helemaal goed hebt begrepen.